over oxidanten hoor je van jouw vitaliteitscoach annie Adriaan. Sanik, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zijn net al in wijn zitten antioxidanten in heel pure chocolade vanaf 80% procent. vooral de cacao eigenlijk. Hè, in chocolade, ja, ja, het gaat om de cacao. Waar zit het nog meer in? Um, in van alles, ja. En wat zijn antioxidanten eigenlijk? Weet je dat? N is, uh, Leg eens uit. Het zijn nou, de tegenhangers ook van ook. de oxidant. Ja, dat ja, is uh, sowieso. sowieso. Ja. Nou, ja, het, het gaat ontstekingen tegen volgens mij het lichaam. Ja, onder andere. Toch? Ja, ja. ja, vaak, ja we, we lezen en we horen er van alles over. Maar wat zijn het eigenlijk? Het is wel interessant om eens te kijken, uh, waarom zijn die stoffen nou zo goed voor? Ja, want heel veel mensen krijgen natuurlijk die antioxidanten binnen zonder eigenlijk echt te weten van nou ja, waarom is dat, waar is dat eigenlijk goed ja. voor? Of ze ja. krijgen ze juist niet, niet binnen. binnen. Ja. Uh, terwijl het wel goed zou zijn. Ja. Ja. Uh, wat moet je doen om genoeg antioxidanten binnen te krijgen? Um... Met name groenten en fruit eten. Maar waarom is het nou zo belangrijk? Um, het is wel leuk om eens te kijken naar het mechanisme daarachter. Want wat antioxidanten doen, uh, ze hebben een beschermende werking op het lichaam. En nou. Uh, oh. Nee, sorry. je moet me niet. Wij nee. hebben altijd als elkaar aankijken, dan moet je lachen. Ik weet niet waarom. Er is een klik niks. tussen jullie. hè? Ja, er is wel een klik ja, soms. Ja. Ja. ja, je bent bezet. Oké, okay, ja. goed. Dan kijk ze wel naar mij. Ja, nee, dat is ook een opbeurende opmerking. <laughs> ik kan het niet meer goed praten. <laughs> opnieuw beginnen? Ja, zullen we waar, Wat zijn waar vinden, Ja, en Waar vinden we zin Ja. Um, ze hebben dus een beschermende werking op het lichaam. En. Um... Oh, Marco, hou op. Ja. Hou <laughs> <laughs> um, op. Uh, ze gaan vrije uh, radicaal activiteit tegen. En uh, waarom is dat nou zo belangrijk? Vrij radicalen? dat zijn bepaalde uh, agressieve moleculen. En die ontstaan tijdens normale stofwisselingsprocessen. Ze zijn nuttig. Je hebt ze ook een beetje nodig. Want ze zijn uh, bijvoorbeeld belangrijk voor het optimaliseren van sportprestaties. Ze spelen een rol in het immuunsysteem. Dus in bepaalde mate heb je ze nodig. Maar bij uh, overmatige productie van vrije radicalen worden ze schadelijk. Je kunt het zien als in uh, dat, dat ze beschadigde moleculen zijn. En die beschadigen weer de moleculen in hun omgeving, waardoor er uiteindelijk celschade ontstaat. Heeft dat een oorzaak? Komt het ergens door als we te veel drinken, misschien of zo, te veel ja. alcohol nemen? Nou, enerzijds bestaat het bij normale stofwisselingsprocessen zoals je energieproductie. Maar uh, het wordt ook nog extra aangemaakt bij bijvoorbeeld uh, veel roken, alcoholgebruik, te weinig slapen, veel stress, uh, maar ook straling en uh, te veel zon. Daarmee heb je extra vrij radicaal actief. Maar goed, dan is stralingen, ja. daar, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Hè? We ja. hebben wifi in huis en, ja. en overal eigenlijk waar je komt. Schermen, tegenwoordig. Oh, telefoon oh, die draag die je, schermen. je altijd bij je. Ja, ja. Uh, dat is allemaal schadelijk. In Klopt, er zijn er gewoon bepaalde factoren waar we niet uh, altijd invloed op hebben. Nee. Um, dus dan aan de andere kant wil je kijken van goh, hoe kan ik nou uh, zo goed mogelijk dat proces tegengaan. Ja. Uh, en dat doe je door zoveel mogelijk antioxidanten te, te eten, een voetje te nemen, mm -hmm. zodat je die productie van vrije radicalen weer tegen kan gaan. Ja. En, um, maar ik, ik, even over die rode wijn, want ik zeg, ja. daar zit het dus in, maar anderzijds ja. is het, als je teveel drinkt, dan is het ook weer niet goed. Ja. Dan is het ook weer niet goed, Een ja. klein glaasje rode wijn... Per dag. per dag of, of zo. om de twee ja. dagen hadden ze het destijds wel eens over. Oh. Ja, er zijn wel veel tegenstrijdige berichten. Je hoort Hij iedere keer wat anders. Dat is het ja, ja want, want er wordt gezegd dat het komt door de resveratrol, mm -hmm. een stofje vanuit de, de rode druif, wat zo goed is. Maar um, dan zou je twee liter van die rode wijn moeten drinken om daarvan te profiteren. Ja, nou. Dus uiteindelijk, uh, ja, is eigenlijk de strekking van het verhaal: eet gewoon de druiven misschien. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, ja. ja. dat dan kunnen we net zo goed doen. Ja. En bij chocola geen repen chocola eten, maar gewoon puur die cacao. Maar dat is natuurlijk niet lekker. Ja. Toch? Ja, ja. Dat is heel bitter. Dat... Hoe komt het dan eigenlijk dat we te weinig van die antioxidanten binnenkrijgen? Is dat uh, omdat ons voedsel niet gebalanceerd genoeg is of zo? Ja. Dat we niet genoeg vari variatie hebben? Enerzijds zijn het de leefstoffactoren waarmee we uh, te dealen hebben. Bijvoorbeeld die straling waar we niks aan kunnen doen. Nee. Maar er zitten ook bepaalde stoffen in onze verzorgingsproducten. Um, uh, het tempo van ons uh, leefstel ligt ontzettend hoog. In de westerse cultuur is er natuurlijk altijd nou, heel veel stress. We moeten ontzettend veel, en daarmee heb je ook weer een verhoogde productie van die schadelijke stoffen. Mm -hmm. Veel mensen slapen te laat of te weinig, um, dus we wonen ook niet in een in de meest gezonde omgeving, dus dat trekt ons een beetje uit balans. En anderzijds is het natuurlijk ook uh, verkeerde voedingskeuzes. We eten heel veel bewerkte voeding uh, waar die gezonde stoffen bijna niet in zitten. Mm. Um, Helpt rust nemen gewoon af ja. en toe? Of, of, misschien ja. naar de sauna of zo, weet je wat? Ja. Dat soort dingen of? Dus aan de ene kant ga je kijken van goh, wat kan ik in mijn le leefstijl doen om uh, nou wat, wat rustiger aan te leven. Hè? Ja. Wat meer te ontspannen, te zorgen dat dat lichaam iets meer in balans komt. Voldoende beweging. Um, en uh, ook je mentale gesteldheid van goh, hoe staat het met je mindset? Ja, maar dat heeft allemaal met elkaar te maken ja, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je geeft wel het. het voorbeeld van te weinig slaap. Als je nagaat hoeveel uh, te weinig slaap, wat dat voor een gevolgen kan hebben. Ja, in, in, in veel systemen van ons. Ja. Ja. Ja, en je Dan, hebt er niet altijd invloed op. Nee. Dus um, je wil altijd kijken van goh, hey, waar, waar heb ik wel invloed op? Um, en aan de andere kant natuurlijk je voedingspatroon. Dus kijk van hoe eet ik zo min mogelijk bewerkte dingen, zo min mogelijk vastvoeding. Ja, natuurlijk... Alles een beetje compenseren. Ja, ja, een beetje compliceren. Maar je kan toch wel eens een keertje fastfood nemen? Natuurlijk. Een... Ja. Ja. En, en daarbij is denk ik die uh, 80-20 regel heel erg belangrijk. Want ja. Ja, je wil ook nog uh, een, een voedingspatroon Een leuk leven hebben. Met plezier, <laughs> volhoud. Ja. 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 Uh, en niet het, uh, in, een, in een gevoel van altijd maar nee zeggen en, en dingen moeten missen. Dus, ja. uh, maar wel zorgen voor die gezonde basis. Kun je ook een, een te veel aan antioxidanten uh, hebben in je lichaam? Is dat dan weer schadelijk? Ja. En hoe weet je dat dan? Ja, ja, ja. Want als je dus inderdaad heel veel groente eet en alleen maar gezond, dan, dan heb je dus heel veel antioxidanten dat je tot je neemt. Ja. Wat, wat, wat kan dat, waar kun je dat aan merken? Dat je te veel Nou, veel ik denk uh, als je gewoon kijkt naar uh, uh, antioxidanten vanuit voeding, dat je, dat je bijna niet te veel kunt hebben. Oh. Maar er zijn natuurlijk wel heel erg veel supplementen. Ja. Die ook antioxidanten bevatten, ja. omdat de, ja, daar wordt ook weer op ingespeeld. Er wordt veel gezegd over uh, de gezondheidsvoordelen van antioxidanten, dus komen er supplementen. Ja. Um, en die zijn vaak niet in een natuurlijke vorm en in abnormaal hoge dosissen. Precies. En als we kijken naar antioxidanten zoals vitamine A, uh -huh. als je daarvan. Te veel neemt en dan hebben we het echt over significant te veel. Dan kan het weer het risico op bepaalde uh, kankersoorten doen toenemen. Oh, mm. ja. Ja. Zoals een vitamine C bijvoorbeeld. Dat, dat, uit, zeg dat dan, plas je uit, zeggen ze dan? Als je, je ja. te veel daarvan ja. neemt, dus dat ja. is dat niet zo erg. Maar dat werkt met de antioxidanten dus niet zo. Uh, niet allemaal. Mm, niet okay. allemaal. Hoeveel ja. zijn er eigenlijk? Hoeveel verschillende? Weet je dat? Is, dat is niet oh, ontelbaar, denk ik. Duizenden. Ja. ja en ja. er wordt steeds meer over bekend, worden er worden steeds meer ontdekt. Mm -hmm. um, maar ik denk dat, dat het het belangrijkste is dat je altijd eventjes logisch blijft nadenken. Ja. Van die antioxidanten wil je uit ja. voeding halen, zoals uh, uh, voor ons zijn ontworpen. Hè? Ze, mm -hmm. zijn al, uh, ze groeien in de natuur en, uh, en zo horen wij ze tot ons te nemen. En wanneer je dat doet vanuit pilletjes, ja, dan hebben wij dat weer in een fabriek gemaakt en dan hebben we abnormaal hoge concentraties. Uh, en voor sommige mensen zou het helpend kunnen zijn, maar dat moet je gewoon onder begeleiding doen. Ja, je moet het ook even een beetje proberen uit te volgen natuurlijk, hè? onder begeleiding. Ja, en niet op eigen houtje. Nee, kan je die uh, antioxidanten ook in supplementen, pilletjes of zo nemen? Ja. Ja, dus. ja, dat kan. Maar ja. Daar, ja, dat moet je dus wel even zonder begeleiding doen. Oké, okay. goed. Nou, zijn we bij? Absoluut. Annika Adriaans, dank je wel. Tot de volgende keer.